Leuk jullie weer te zien. Ik heb een kruidvatshop nog. Best een aardige bon. Ja, ik snap het ook niet. Het is niet zoveel, maar je krijgt een super grote bon. Waarom weet ik ook niet, maar het zal wel goed zijn. Ik vind het een beetje papierverspillerij. Maar ja, bij elke winkel. Het is zelfs bij een kringloopwinkel dat je denkt van... Oh ja, ik heb een masker in mijn haar. Als je soms denkt, waarom heb ik die handdoek op mijn hoofd? Ik heb even een masker in mijn haar. En ik ga beginnen met deze. Die had Ernst. Even een aparte bon. Even kijken. 5,69. En dan heb je Sonnitura. Wacht even. Sonnitura. Of nee. Pijnenburg. 1,39. Dan heb je ochtendthee van Sonnitura, die is 2,29. Helemaal top. Ernst heeft ook Sterrenet gekocht. En dat is 5,99, maar die zitten er wel iets meer in. Dan heb je 1 plus 1 op Colab. En die was, even kijken, 4,99. Ja. Dus daar heb ik de vitamine E voor Sculpcare en vitamine E Sculpcare. Nou ja, het maakt er niet uit. Het zag er gewoon lekker uit. En ik weet, deze is heel erg goed. Die werkt in ieder geval op mijn haar. En dus heb ik ook Fixodent. Eentje was 6,19. De andere was ook 6,19. Dat was de tweede voor de helft van de prijs. Dus dat kwam mooi uit. En ze hebben ook anti-vloer gekocht. En die is, even kijken, 2,29. En dan heb ik 3 Shine Bon gekocht. Dat is een nummer, even kijken, 0,70. En 0,50. En... Oh, ik heb 2 keer 0,70. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval 2 keer 0,70. Ik had 1 verkeerde. Nou ja, maakt niet uit. Geen probleem. Die waren 4... Nee, even kijken. 4,69. En dan had ik ook nog een mascara. En die was 5,49. Daar was ik wel benieuwd naar. Dus, nou ja, ik kan in ieder geval al eentje laten zien, denk ik. Ach, helemaal top. Dus die... met een zakdoekje voor mijn gevoel. Het gaat iets beter dan een dingetje. Althans, die lag nu voor de hand. Nou, je ziet hem best nog wel. Dus, not bad. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.